Mormolica ringens. Onder die naam toch bij de meeste mensen nog bekend. Ooit voor het eerst beschreven als een trigonidium. Komt ook in dezelfde zone voor. Deze komt voor vanaf Mexico en dan heel Centraal-Amerika, dus Belize, Guatemala, Honduras, noem maar op, tot Costa Rica. Dat is de meest zuidelijke grens waar je dit plantje kan vinden. Iets heel gemakkelijk. Het groeit met bulben en één blad per bulb. Het bloeit vrij rijkelijk, of toch regelmatig. Want ik lees dat het bloeit in het voorjaar. Wel, bij ons, we hebben een aantal planten ervan, is er vaak een bloemetje te zien. Niet uitbundig, niet echt heel veel bloemen tegelijk, maar regelmatig bloeit die. En we zijn op het moment dat we dit opnemen, oktober, eind oktober. En dus bezwaarlijk voorjaar te noemen. Hij staat in onze warme kas, dus 's nachts 20 graden, overdag tot 30 graden. Zeer hoge luchtvochtigheid en daar doet hij het heel erg goed. Het is echt een leuk ding om te hebben. Enkel met de naamgeving zullen we een beetje moeten wennen, want ondertussen is die sinds 2015 ondergebracht bij het geslacht Maxillaria. Een Maxillaria lineolata heet hij nu. En het is een plantje die ook niet erg veel licht nodig heeft. Dus hij kan in een vochtige, warme, licht beschaduwde plaats erg goed groeien. In de natuur dus vindplaats Centraal-Amerika, zeg maar. En hij is daar te vinden vanaf zeeniveau tot 1800 meter hoogte. Dus daaruit mag je concluderen dat het niet echt een veel eisende plant is, want zijn verspreiding en zijn verschillende biotopen geven aan dat hij wel wat kan hebben. Zelf zag ik hem ooit bij een liefhebber in Florida. Ik laat het u weten, dat was er snikheet en erg droog. En ook daar stond hij in bloei. Alleen werd hij daar alle dagen beneveld. Dus iets om naar uit te kijken en misschien iets om te komen bekijken.